FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Intex Store. Damon, na 9 jaar heb je de weg weer teruggevonden naar Volendam. Heb je ons gemist? Ja, zeker. Volendam is natuurlijk altijd een speciaal plekje in mijn hart. Hier begonnen eigenlijk bij een BVO vanuit Monnikendam. En ja, hele leuke tijd gehad en altijd Volendam blijft volgen. En nu ja, bijzonder om weer hier te spelen in het Oranje. Wat heeft je doen besluiten weer terug te keren op het oude nest, boven de interesse vanuit andere clubs? Toch het gevoel wat de technische staf me gaf. Zeker ook gewoon dat ik denk dat ik hier beter ga worden. Met het speciale plan wat ze hier hebben. En ik denk dat ik daar heel goed in pas. En dat me doen besluiten om hier terug te keren. Je bent geboren in Monnikendam, net als Martijn Kaars. Staat het dorp nou op zijn kop in Monnikendam, nu er twee lokale helden samen hier mogen schitteren? Ja, de stad staat zeker op zijn kop. En ik heb al heel veel mensen gehoord die een seizoenkaart gaan bestellen. Dus die hebben er allemaal heel veel zin in. En ze kijken er naar uit om ons in het oranje te zien. Met ruim 200 profduels ben je al een ervaren speler. Wat ga je in het team bijbrengen? Nou ja, wat je zegt, sowieso de ervaring. Ik denk wel dat ik weet wat er gevraagd wordt. Op dit niveau zeker. Dus een stukje leiding, ervaring, jongens helpen. En vanuit daar ook mijn voetballende kwaliteiten aanspreken. Verdedigende kwaliteiten, de verdediging organiseren. En ik denk het verlengstuk van de trainer in het veld, vanuit achteruit. En daarnaast hoop ik ook nog mijn goaltjes mee te pikken. Hoe omschrijf je jezelf als verdediger? Ik denk een verdediger die het spelletje goed ziet. Die veel ook op gevoel doet en de situaties inschat. Daaruit kan ik denk ik wel redelijk goed voetballen. Met verdediging ook prima op orde. En die af en toe zijn goaltje meepikt. En zorgen eerst dat de goals voorkomen worden en dan uiteindelijk de goaltjes meepikken. Nou, tot slot, je woont in Volendam samen met je Volendamse vriendin. Is zij nou de grootste winnaar van deze transfer? Nou, ik denk dat zij zeker wel heel blij is. Dat heb ze ook gezegd. En het had eigenlijk niet uitgemaakt waar ik heen had gegaan, want ze had meegegaan. Maar het is natuurlijk een hele mooie bijkomstigheid dat het lekker dichtbij is. En daar is ze heel blij mee.